Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatser.nl. Voorlopig hebben we nog te maken met koude lucht waarin makkelijk buien kunnen ontstaan. De buien die concentreren zich met name langs de Noordzee en ook in de kustprovincies. Landinwaarts vinden we de komende uren nog een paar buien. Maar vanavond losten de meeste buien op. Landinwaarts wordt het droog en dan gaat het kwik dalen tot net iets onder het vriespunt. Er kan mist ontstaan en lokaal wordt het glad. In de kustprovincies ligt de temperatuur net iets boven nul en er valt nog een enkele bui. Morgen in de ochtenduren mist en lokale gladheid, verder overwegend veel bewolking, misschien nog wat zonneschijn, maar later op de dag blijft het wolkendek geheel gesloten en af en toe valt er nog een bui, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt 5 tot 7 graden en de windtijd naar het zuiden trekt aan aan zee tot vrij krachtig windkracht 5. Woensdag zien we veel wolken, er vaart een stevige zuidoostelijke wind en het voelt waterkoud aan met een maximumtemperatuur van 6 tot 7 graden. Vooral in de westelijke helft van het land valt mogelijk wat neerslag. Donderdag en vrijdag blijft het droog. De zon breekt af en toe door. De wind valt weg en het wordt zachter 8 tot 10 graden op de vrijdag. Ik ben Diana Woei van weerblazen.nl.